Dag lieve Rivi vrienden, hoe is het daar? Ik heb er zin in vandaag, want wat zit er nou eens onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Allee, hap! Chips! Jezus, waar hebben ze wat in? Ja, deze had ik al op de reclame gezien. Dit zijn... echte, sterke, strong chips smaak voor de man. Oh, wacht. Dat mag je niet meer zeggen. Nee, dat is verboden. Het is Lay Chips Strong. Met de smaken hot chicken wings. Jalapeno en cheese. En chili en lime. Chips. Speciaal gemaakt voor bij bier. Voor de man. Alleen, daar mag je niet meer mee adverteren. Was laatst was er zo'n fles Remia saus. Er stond een barbecue straws for real men. Al die feministen weer kwaad dat het niet mocht. Want potverdikkie, die saus was toch alleen maar niet voor mannen bedoeld. En hoe seksistisch was dat niet? Maar ja, dat zijn dezelfde mensen die dan zeggen dat maandverband niet voor vrouwen is, maar voor mensen met een baarmoeder. Is eventjes een lekkere chipje eten met een biertje, dus daar komt die. Ja, ja. Hoe krijgen we die nou open? Die grapje begint een beetje te vermoeien, hè? Nou ja. Huppatee. Een biertje, chippy. Wat wil een man nog meer? Ik bedoel, wat wil een mens nog meer? Hot chicken wings. Ruikt niet naar chicken wings, maar wel naar aardappelen, zoals chips vergemaakt. Dit is chili lime. Ja, ruikt ook. Ja, ruikt gewoon. En dit is jalapeno cheese. Lekker biertje. Zou ik wel een chipje bij lusten? Hé, hey, kijk nou wat. Strong chips. Chicken wings. Even. Er zijn inderdaad wat dikkere chippies dan normaal. Huh? Ik wil niet heel veel doen. Met deze chips. Met chicken wings smaak. Smaken gewoon de chicken wings. Ingrediënten. Pittige kippenvleugels maken. Oh, doen we dat erin? Even eerlijk, dit smaakt gewoon hartstikke naar pittige chicken wings. De enige vraag die ik nog even in mijn hoofdje moet beantwoorden. Of ik wel chips wil wat naar chicken wings smaakt. Want wil ik dan niet gewoon chicken wings? Volgende. Chili en lime. Kijk, dit is dan medium pittig. En dit was dan al hot. Zie je dat? En dan is dit verschrikkelijk heet. Maar goed, we zitten nu bij de medium lime. Dus die moet minder pittig zijn dan die. Nou, deze wordt ook niet zo heel pittig. En deze. Deze smaken inderdaad naar chili. En een lime. Ik moet wel zeggen dat dit gewoon smaken zijn die ook smaakt naar de smaken die op het zakje staan. Meestal is dat niet het geval. Perfect with beer. Zat erop. Het duurt natuurlijk niet lang meer dat deze tekst er ook af is. Want dat de bond tegen alcoholisme kwaad wordt. Dat mensen hier worden gestimuleerd om bier te drinken bij chips. En dat mag dan niet. Want laten we eerlijk zijn, niks mag tegenwoordig meer. Het is gewoon lekkere chips hoor. En het fijn is dat het zo pittig is, dat je er een slokje bier wil. Tijd voor de heetste. Jalapeno en cheese. 3 enorme pepers. Woe, woe, woe. Overduidelijk. Jalapeno's. Geroosterde jalapeno's.
Proef je hem? De cheese proef je ook. Komt weer de naam van volledig eer aan doen, hè? Die chippies. Ook die drie pepertjes kloppen gewoon. Want mijn mondje staat gewoon in de hens. Het is eigenlijk ongelooflijk dat Lees mij niet betaalt voor deze review. En natuurlijk Hiplair. Lekker biertje, man. Kom maar eens even sponsoren dan. Ik ga toch wel heel positief zijn. Met alle respect, ik ben gek op kip. Ik eet zeker één keer per week kip. En dan helemaal chicken wings. Want hoe lekker zijn die? En deze chips smaakt ook gewoon chicken wings. Alleen dan wel in een stuk aardappel. En ik vind het heel lastig. Want ik vind dat chicken wings van een dode kip gemaakt moeten worden. En niet van een aardappel. Dus mijn hoofd die zegt, dat wat ben je in godsnaam aan het eten? Dus deze vind ik niet zo heel erg lekker. Maar dat ligt aan mij. Want het smaakt er wel naar. En het aardappeltje is goed. En het is gewoon goed op smaak. Dus deze krijgt een 6. De jalapeno cheese is gewoon bok en bok heet. Maar ja, dat staat er ook op. Is ook gewoon goed. Is gewoon lekker. Deze krijgt een 7. En de winnaar voor Jantje is de minst hete. Chili en lime. Die is gewoon heel lekker. Die is gewoon lekker. Een 5 chipje. Dat verstond je waarschijnlijk niet. Een fris chipje. Komt waarschijnlijk ook door je lime. Die chili maakt een klein beetje peperig. En het is gewoon een chipje waarvan je de hele zak bleef vreten en denkt, dat was een lekker chipje. Stokje bier bij. Deze krijgt van mij gewoon een 8. En mocht Lees denken, hoe kom ik in contact met die jongen? Mail staat hier gewoon onder, hè. Dan kan je me alsnog met terugwerkende kracht betalen voor deze positieve review. Want dat gebeurt niet heel vaak dat ik heel positief ben over iets. Maar ja, je hebt het gewoon goed gedaan. Chips voor mannen. Ik bedoel, chips voor bierliefhebbers. Lekker, man.